Nu zijn alle dingen van u, o God, alleen. Geachte kijkers en luisteraars, namens de Evangelische Broedergemeente in Suriname, van harte welkom bij deze dienst. Wij willen dit samen zijn opdragen aan de Heer. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Wij willen de Heer loven en prijzen uit onze feestbundel, lied 162 vers 1 en 2. Om zing in de opo, loati akomo, ona ati ea, mugu, luna masuitive, sa afiti fuwe, praise viga, do de. Kisi wi ransun. Wij willen ons kort verootmoedigen voor de Heilige God. Almachtige Heer en God, dank u wel dat gij heilig zijt. En gij wil dat wij ook in reinheid en heiligheid wandelen door uw genade, opdat wij tot een zegen mogen zijn voor onze naaste. Zegen dit samen zijn. In Jezus Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Say now, Jehovah.
kijkers en luisteraars. Vandaag, zondag 23 juli, en we luisteren naar de weektekst. Gehaald uit Efeziërs 2 vers 19. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Wij willen met elkaar een korte overdenking hebben naar aanleiding van deze weektekst. Opdat de Heere God, de schepper van het al, onze Vader die in de hemel woont, ons wederom tot een zegen mag stellen voor de gemeenschap, voor onze naasten. De Heere God heeft de apostel Paulus, toen bekend als Saulus, de christenhater of de christendoder of de christenvervolger, gemaakt tot apostel, een afgezant van hem, om buiten Israël het evangelie van God te verkondigen, opdat mensen die tot inkeer zijn gekomen, de doop mogen ontvangen en ook de zekerheid van hun behoudenis in het hiernamaals. Zo heeft deze Paulus geschreven en gesproken tot de gemeente te Efeze. Hij benadrukt dat wij als christenen toen in Efeze geen vreemdelingen meer zijn of gasten, maar we zijn toegevoegd als huisgenoten van de Heere God, net als de heiligen. Wat wil de Heere God in principe zeggen? Wat is het thema? Wat is die houvast? Paulus benadrukt dat wij als christenen ons niet stationair moeten opstellen, maar dat wij ons geloof niet alleen koesteren in Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest, maar wij moeten het geloof van ons tot groei brengen en tot ontwikkeling. Zo wil de Heer God dat hebben, want Hij is ook bekend als de Missio Dei, God de zendende. Hij is nog steeds zendende, maar in deze periode vanaf zijn komst op aarde is Hij ook bekend als Missio Christi. Christus is het vlees geworden woord en leef onder ons. Beste gemeente, kijkers en luisteraars, Paulus benadrukt dat de gemeente toekomstgericht gaat moeten nadenken. Want de gemeente is een parel in Gods ogen. De gemeente is het klankbord in Gods ogen binnen de gemeenschap om de mensen in principe duidelijk te maken dat wij te doen hebben met een liefdevolle God. De gemeente heeft dat niet direct begrepen te Efeze. Maar Paulus herhaalt steeds binnen de goddelijke pedagogiek om te stellen dat iedereen waardig is in Gods ogen. We zijn zelfs verheven tot vreemdelingen of gasten dicht bij God, net als de heiligen. Wij zijn niet heilig, alleen God is heilig. Maar door onze bekering, door het accepteren van de heilige doop, door het accepteren van de drie enige God, door het accepteren van Jezus Christus als de redder en verlosser, zijn we geheiligd. Gereinigd door de bloedwassing. Broeders en zusters. Zo heeft deze gemeente zich verder ontwikkeld als een zendende gemeente. Een gemeente die in beweging is. Dat wil de Heer God hebben. Opdat mensen die zijn boodschap nog niet gehoord hebben, ook mogen horen. En dat zij de almacht van God ook mogen onderkennen. En dat zij ook net als wij in de gemeente gelukkig zijn. Vrede hebben, blijdschap hebben, omdat onze eindbestemming niet hier gaat blijven, maar daarboven bij de Heer. Zo wil ik dan koppelen een mooie tekst gehaald uit Marcus, waarbij de Heer God heeft gezegd, wie gelooft en zich laat dopen, wordt behouden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Een duidelijke uitspraak van de levende God, Missio Christi, in liefde. Wij hebben het geloof ontvangen, geaccepteerd, dat zonder God we nergens zijn.
maar met God hebben we zekerheid in ons leven. En we hebben de heilige doop ontvangen, waarbij ons lichaam wordt gereinigd door de heilige doop. En ons lichaam wordt hervormd door de gezonde leer van de Bijbel. Daardoor zijn wij geen vreemdelingen meer hier op aarde, maar we zijn huisgenoten van God. We zijn instrumenten geworden van God. We zijn heilsinstrumenten van de Heer God om zijn heilsboodschap voor te zetten voor redding en verlossing. In dit schriftgedeelte ook heeft de Heer God eraan herinnerd, hoe kunnen wij als mensen die gevallen zijn, die vervallen zijn in de zonde, bewust of onbewust, behoudenis ontvangen? Behoudenis kunnen we ontvangen, twee voorwaarden. Namelijk, geloven in God, de almachtige schepper. Geloven in God in en door Jezus Christus, die ons accepteert, ons hebben en houden. Geloven in de almacht van God, vanwege de barmhartigheid, dat Hij ons wil vergeven, reinigen en heiligen. En ons plaatsen als vreemdelingen hier op aarde, maar als niet-vreemdelingen of gasten van de Heer daarboven. Behoudenis wil zeggen dat we de zekerheid hebben van ons zijn. Dat we de zekerheid hebben van het leven in het hiernamaals. Dat we zekerheid hebben van het leven wat wij noemen onvergankelijk of eeuwig leven. En dat is belangrijk in het christendom. Dat de mensen moeten begrijpen dat God ons allemaal lief heeft. Er is een mooi boek, de wereld is van God, zo ook de mensen. Daarom heeft Hij zich zodanig gepresenteerd op Golgotha in Jezus Christus om ons die behoudenis te geven. Want daar is de overwinning geboekt voor de hele mensheid, voor heel zijn schepping. Hij heeft zijn schepping mogen herordenen, want Hij wil straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons presenteren. En wij zijn dan geen vreemdelingen in zijn ogen, omdat wij verklaard zijn tot behoudenis van ons leven. Broeders en zusters, geachte kijkers en luisteraars, hoe mooi is deze boodschap, waarbij Paulus aan de gemeente te Efeze duidelijk heeft gemaakt, zo bent u geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. We zijn de Heer God dankbaar voor deze oproep van Paulus. En we projecteren in ons eigen leven, in ons gemeenteleven, dat wij dat mogen propageren. Want we leven nu nog steeds in de genadetijd. De genade is nog steeds open voor een ieder die hem wil accepteren, maar we naderen de eindtijd. Gelet op de wereldontwikkelingen, behalve de tekenen die zijn opgesomd in de Bijbel, oorlogen, aardbevingen, pestilenties, ziektes, maar we zien hier duidelijk dat de druk van het wereldsysteem dat komen zou, dat zichtbaar en zichtbaar begint te worden. Liefdeloos. Mensen zijn God vergeten. Toen heb je volle kerken. Tegenwoordig kan je die koppen tellen in de kerken. Hoe komt dat dan? Want we dienen dezelfde almachtige God. De tegenstander, wat wij noemen, of Satan, is bezig mensen terug te trekken naar de duisternis. Want zijn wil is dat niemand behouden wordt. Maar juist, God stuurt de kerk van Hem. Missio Dei, Missio Christi nu, om die overwinning door te geven. Mensen moeten teruggaan tot het licht van God. En dan voelen we ons prettig, vredig. We hebben blijdschap, we hebben vrede. Want Hij geeft ons die zekerheid, die garantie van de behoudenis. Hier te beginnen, hier nu-maals en straks in het hier-namaals. Broeders en zusters, mogen de Almachtige God met deze schriftoverdenking, met betrekking tot de uitspraak, de oproep van Paulus, en waarbij ik gekoppeld heb een gedeelte uit Marcus, dat wij door ons geloof
Niet door ons geld, niet door ons goede handelingen, maar door ons geloof in God, in Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, wij zekerheid hebben van onze behoudenis. Hoe staat het met u? Daarom roept de kerk u op vandaag om u te herstellen. Kom terug op het juiste pad. Kom terug in Gods kerk. Dan wordt u gezegend, bent u weer tot zegen voor onze naaste. Mogen de Heer ons de nodige kracht geven. Mogen de Heer ons opnieuw begeleiden. Mogen de Heer ons opnieuw zegenen en tot een zegen zijn voor onze medemens. In Jezus Christus naam. Amen.
Wij willen met elkaar besluiten met lied 96 uit onze feestbundel vers 1 en 2. Geloof is dat men in God moet blijven vertrouwen. Geloof is dat men God vertrouwt en vast op zijn belofte bouwt. Geloof is dat men aangezien alleen op Christus houdt gericht. Geloof ziet op het offerlam dat voor ons stierf aan Christus stam, en neemt met schaam en ootmoed aan wat Jezus heeft voor ons gedaan. Laten we eindigen dragende de zegen des Almachtige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus naam, amen. Een gezegend samen zijn aan u allen toegewenst. Amen. Jezus, wat een heerlijke naam. Mensen zo, Zoon van God, Lam op de troon. Blijdschap en vrede, genade en hoop. Al mijn schuld is weggedaan. Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam. Thank you.
zijn alle dingen van uw ogen.